De Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks en door Nivea Men Deep en Rockstar Energy Drink. Terwijl het zwaar beveiligde transport met een flinke lading goud onderweg is naar de bank, maakt een team van topovervallers zich in het diepste geheim op voor de kraak van hun leven. Deze overvaller zit zo te horen al helemaal in zijn rol. Let's get some gold, man. Wat wordt het plan? Ja, Jack. Het begint allemaal met een goed plan. Want verspreid door dit futuristische bankgebouw bevinden zich vier kluizen. Waarvan er één gevuld is met 50 loodzware goudstaven. Ook wordt ergens de zeer waardevolle cryptocoin opgeslagen. Transfer completed. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. Moven! Rechts, rennen! Oh, hier is hij! Kom dan! Staan blijven! Hey! Staan blijven! Dit is De Kluis. Als dit nieuwe team van gelegenheidsovervallers een kans wil maken bij de inmiddels doorgewinterde bewakers Giel, Thomas en Stefan, zullen ze goed voorbereid moeten starten. We moeten eerst weten waar het goud is, lijkt mij. Ja, ja, ja. En dan... Dan door naar het wapen. Tweede wapen pakken. En dan kunnen we nog eventueel langs de portal gaan. Maar je moet eerst die tablet uitschakelen voordat we daar kunnen aankomen. Ja, want als je kijkt op die camera's, ze zien ons daar ook aankomen. Ja, maar zij zijn blind, joh. Ja, nee, dat geloof ik niet. Mijn naam is Gio Silvio. Ik ben rapper, ik ben muzikant. Ik kan me kennen van heel veel nummers op YouTube, op Spotify. Vandaag ben ik overvaller op de kluis. Goud gaan we halen. Ik ga voor die tablet, ja. Ja. Dat is het beste. Ik denk dat we voor die tablet moeten gaan. Sowieso wil ik een tweede gun hebben, want ik hou van shooten. Ja, ik ga voor die tablet via die ene kant en jullie gaan via de andere kant. Het camerasysteem van de bank is volledig plat te leggen middels deze tablet. Deze bevindt zich bij de hoofdingang en is beveiligd met een rekensom. Bij een goed antwoord schakelen alle bewakingscamera's van Team Stuk over naar een constante loop. Maar bij een fout antwoord gaat het systeem 10 minuten lang offline en worden Giel, Thomas en Stefan direct gealarmeerd. Jij rijdt in die auto, dan rij je door naar helemaal naar achter. En dan wachten we tot jij zegt ja, het is gelukt en dan kunnen wij naar binnen. Dus jij moet zo heel slim zijn. Ja, ja, maar ik ben Rekenwonder, man. Ik ben Jack Sherrick. Ik ben producer / DJ. Je kan me kennen van liedjes als Drank en Drugs, Krantenwijk, Miljonair, aha. En vandaag ga ik een poging wagen om professioneel overvaller te worden. Ik kan sowieso beter rekenen dan dat Stefan kan rappen. Dat is 100% dat zeker. Aha, Jack. Maar met de rap skills van Stefan zit het ook wel goed, hoor. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe dag, nieuwe mensen, nieuwe baard. Baard zit goed. Goed. Let's go. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Kluis, seizoen 4. We zijn vandaag hier in de Rode Zaal, de theaterzaal, met de Rode Kluis en... De Rode Kluis is check. Over. Oké, check. Helaas nog geen volle zalen voor Stefan, maar oefening baart kunst. En daar weet Rekenwonder Jack alles van. Ik wil sowieso de code goed onthouden. 6834. 6... Is 68 en dan gedeeld door 2. Thanks voor het ezelsbruggetje, Jack. De gehackte cijfercode geeft toegang tot alle vier de kluizen. Maar in slechts één kluis bevinden zich de 50 goudstaven. En om te winnen moeten de overvallers minimaal de helft van het goud, oftewel 25 goudstaven, binnen 2 uur weten veilig te stellen. En jij kunt thuis ook winnen. Gebruik de cijfercode van deze aflevering om de Blokskluis te kraken. En maak zo kans op de hoofdprijs van 25.000 euro in bitcoin. Hoe gaan we dat goud überhaupt meenemen dan? Rugzakken. Oh, hier liggen tassen. Oh, oké. Dat is mooi, hè? Tablet moet ook mee, hè? Niet vergeten, want hiermee kunnen we eens afkijken. Oh, hier kunnen we alle camera's mee. Hier zie je alle camera's. Maar je ziet echt geen moer bijna. Nou, dan moet je toch echt beter kijken, Jack. Want op deze tablet zien jullie namelijk de door jullie afgetapte bewakingsbeelden die exact overeenkomen met wat Team Stuk ziet. Mooi, kijk die lelijkheid hier. Oké, ik wil gewoon er nu scherp op zitten. Geen gezeik, gewoon meteen bam, 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 dichtgooien. Jij houdt die buitenkant in de gaten. Ik hou de buitenkant in de gaten, maar Stefan reageert weer niet eens. Dit is handig. Dit is echt handig. Oh ja. Stefan, waar ben je? Ik ga wapendepot doen. Jij gaat wapen, blauwe kluis. Oké, Stefan, ik wil heel even weten wat jij gaat doen. Want Thomas gaat kluis blauw en het wapen doen. Over. Ik ga naar de kelder, want wat het mij het meest irriteert is dat die overvallers altijd ongezien die kelder inkomen. Ja, Thomas, want in de kelder bevinden zich de blauwe kluis en de wapenkamer. En als je achter de feiten aanloopt, is het lastig om vooruit te kijken. Iets waar de overvallers dan weer geen enkel probleem mee hebben.
We moeten eerst weten waar het goud is, lijkt mij. Ja. Oké, dan de plattegrond. De plattegrond waar de overvallers op doelen is de geheime kaart. Deze goed verstopte locatie bevindt zich op de eerste verdieping, boven de rode kluis. Daar kunnen de overvallers hun cijfercode invoeren om te achterhalen in welke kluis het goud ligt. Ik doe die tablet. Jullie doen met z'n tweeën, gaan jullie voor die plattegrond. En dan dek jij haar, doet zij die code invoeren. Maar ik kan haar niet dekken zonder wapen. We hebben al één wapen. Ja, eentje. Ja, Joost, jullie beginnen met één wapen. En dat terwijl Team Stuk er drie heeft. Maar in de kelder van de bank is een extra wapen te vinden. Oké, wapen is ook check. Wapen is check. Als ze komen bij jullie, komen ze alleen. Dan heb je aan één wapen genoeg. Ja, dat klopt, ja, zeker. Laat het gewoon even bij stap 1 voor ons beiden houden. Jij tablet, wij plattegrond. En daarna overleggen we, oké, daar is het goud. En dan, ja. Ik ben Roxanne Kwant, ik ben presentatrice en ik doe online leuk. Ik ben heel goed in afleiding, want ik word heel snel afgeleid. Ik hou wel van crypto. We moeten sowieso crypto chains meenemen. Ga je hem om je nek doen? Ik ga hem in mijn zak doen. Dat is koude hard, man. Ik moet een beetje shinen, man. Ja? Nee, ik heb eigenlijk wel gelijk. Genoeg geluld, gewoon gaan. Dun. Zijn we er klaar voor? Ja, toch? 3, 2, 1, pak! Oké, kom. Oké, I'm a drive. We hebben haast. Voor goud. De overvallers gaan vol gas richting de bank. Geen tijd te verliezen. En dat terwijl Stefan juist uitgebreid de tijd neemt om het terrein te verkennen. Ja, Stefan, je bent nu in beeld. Steve, wat ben je aan het doen? Steve, kom uit die fucking bosjes. Thomas, Stefan die zegt, echt, daar heb je echt helemaal niks aan. Die gast is gewoon niks aan het doen. Nee, maar het is wel goed voor de opvulling van het programma. Tja, en het continu bewaken van de kluizen is ook niet niks. Dat doet wat met je. Zijn er, jongens? Hier stoppen. Ja, stop. Hé, hey, kijk even op die tablet waar die jongens lopen. Ik zag net een hoofd voorbij komen in hun controlekamer. Eentje maar? Hier zien ze ons niet, hè? Nee. We moeten jou hier er nu uitgooien, want jij ja, moet... Ja, weet ik. Maar laten we heel even kijken waar die jongens lopen. Want als hun precies bij die tablet lopen... Dat is hier en daar zijn ze niet. Ik denk dat je gewoon ervoor moet gaan. Oké, let's go. Oké, succes. We houden contact via de porto, hè? Ja, toch? Komt goed. Alles hangt van mij af aan het begin, want we wachten totdat ik die tablet heb gehackt. En volgens mij loopt Stefan daar de hele tijd. Dus ik gelijk de bosjes in. Terwijl Roxanne en Joost de auto droppen, probeert Jack ongezien naar de tablet bij de hoofdingang te komen. Team Stuk splitst zich op en heeft geen idee dat de overvallers al gearriveerd zijn. Kijk uit. Ze zijn bij de ingang. Stefan, jij loopt nu naar buiten, hè? Jack, ik ben buiten, over. Rustig aan de kant van het theater. Ze staan bij de ingang. Die via hier wordt lastig, man. Moeten wij ze afleiden, denk je? Ik zit te twijfelen of jullie misschien die rode kluis moeten openen. Zal ik doorlopen naar Porto? Kan ik beter, want aan de andere kant komen ze meestal, toch? Ja, maar daar heb ik zicht op. De Porto hoef je in principe niet te checken. Ik denk dat je nu naar binnen kan, want ze lopen onze kant op. Oké. Over. Waarom heb jij wel een pistool en ik niet? Ja, we gaan er nog eentje halen straks. Ah. Je kent het. Ik loop nu naar binnen. Oh, hij loopt nu naar binnen. Ja. Omdat Stefan weg is bij de tablet, grijpt Jack zijn kans. Hé, hey, wegwezen, nu! Jongens, ik heb hier Jack zijn rack hier. Hij ziet je volgens mij, Jack. Boven! Jongens, Jack trekt bij de ingang! Domme! Dit meen je niet, joh. Kom op, wegwijzen of ik ga schieten! Weg! Dit is echt... Dit verzin je echt niet, man. Er is gedrukt op de tablet, jongens. Hey! Nu gaan we snel naar links. Wij moeten nu snel via links gaan. Fucking hell, net te laat. Ik heb net de rekensom opgelost. Ik heb niet gezien of het antwoord goed was, maar... Ik weet het bijna zeker. Het was goed volgens mij. Oké,
Okay, nee, dus, kut. Je ziet ons hier lopen. Ja, maar hun zien het niet nu, toch? Want de loop staat aan, toch? Er is gedrukt op de tablet, jongens. Sharek verroerde zich totaal niet. En we zitten in een loopje, jongens. We zitten in een loopje. Ik laat de controlekamer los. Over. Was hij gewapend of niet? Over. We moeten even weten wie het wapen heeft. Jack is niet gewapend, jongens. Maar heeft de tablet de vraag goed beantwoord? Over. Ja, ze hebben ons gezien. Kut, ze hebben ons gezien. Ze rennen nu jouw kant op. Jongens, ik wil heel even... Jongens, hou je bek dicht! Jongens, twee verdachten, maar zij ingang. Ja, is gehoord, over. Terwijl Jack op adem komt, betreden Joost en Roxanne de bank. Op weg naar het wapen, de geheime kaart en het felbegeerde goud. Team Stuk heeft een echter in het vizier. Hallo? Stefan! Wacht. Stefan, waar de fuck ben jij? Stefan! Stefan! Ze zitten onder die stoelen. Onder de stoelen? Ja, ze zitten bij die stoelen. Weet ik zeker. Je beseft nu dat we het wapen los hebben gelaten, hè? Ja, moet ik wapen gaan checken? Nou ja. Jongens, mag je even doorheen alsjeblieft? Dankjewel. Even kort communiceren, oké? Okay? Ik heb net twee overvallers via zij-ingang naar binnen zien gaan. Dat betekent dat ze ergens bij de theaterzaal zijn. Klopt, Stefan. De overvallers hebben de weg naar de kelder allang gevonden. En daarmee het extra wapen bemachtigd. Yes. Sorry hoor, waar waren we? We hebben een tweede wapen. Ik loop door de hondenpoep nu. Of in de poep. Kapot veel, maar ik ben bij die porto. Ik zou maar doorlopen, Jack. Want op dit moment heb je Jack shit. En met de porto kunnen jullie team stuk afluisteren. En hun onderlinge communicatie saboteren. Ik zie een soort open weiland. Dus ik denk, ja, als ik nu voor die porto ga, als er dan iemand aankomt, kan ik op tijd wel wegwezen. Hier naar buiten lopen mensen. Achter, links, links, achter. Zie je? Giel, daar. Ja, check. En ik zie Giel daar bij die deur, hoe ik bij die porto aankom. Maar ja, ik denk, oké, dan ga ik jou proberen een beetje moe te maken. Dus ik blijf naar die porto lopen. Ah. Move! Move! Ik ben bij de porto. Maar ik heb hem niet kunnen pakken. Giel is bij de porto. We kunnen ook nog net zo goed meteen even naar de blauwe kluis. Kijken of daar wat in zit. Thomas, ik kan niet en de crypto verdedigen en de porto. Laten we de porto los? Laat de porto maar los, denk ik. Toch? Ja, prima. Ga naar de blauwe, Steve. Als ik hier nu wegga, dan kunnen ze zo naar buiten lopen, toch? Ik ga die kluis ook pakken. We weten nog niet of het goud daarin zit, maar let's try it out. En natuurlijk, er zit niks in. Dus snel weg en door naar de plattegrond, zodat we wel weten waar het goud ligt. Ik ben bang als ik hier naar binnen ga, dan word ik zo voor mijn flik geschoten. Oh, ik uit. We weten wel in ieder geval dat we daar niet meer hoeven te zijn. We hebben het wapen, dus nu door naar de kaart. De geheime kaart, zul je bedoelen, Joost. Ondanks dat jullie daar vlakbij zijn, is het wel oppassen geblazen. Want de boys van Team Stuk zijn dichtbij. Alarm, ik ga naar boven. We hebben het alarm af laten gaan. Ik wist dat ze nu moesten uitkijken, omdat natuurlijk het alarm van de blauwe kluis af was gegaan. Ik ga de gele en witte kluis en de crypto checken. Jullie moeten de rode en de blauwe checken. Over. Nee, Thomas, ik ben hier al bij de UFO. Doordat de camera's geloopt zijn, heeft Team Stuk geen idee welk alarm afgaat. En dus pakken Roxanne en Joost in deze chaos hun kans. Gele kluis, check. Over. Ik ben nu bij de kaartkamer. Wat is het wachtwoord? Ik zat even te twijfelen welke code het nou was, maar dat was natuurlijk dezelfde code als die van de kluis. En ook Jack maakt slim gebruik van de situatie. Jack, porto is binnen. Moet iemand naar de blauwe kluis, jongens, nu. Rode kluis. Nou, was die dan? Het is de rode kluis.
kluis vol met go-to, met goud. Jongens, het goud ligt in de rode kluis. Lekker, man. Witte kluis check, cryptokamer check, gele kluis check. Ze gaan nu de gele kluis checken, ik heb de porto. Ze zijn bij de gele kluis. Staan blijven! Staan blijven! Hey! Staan blijven! Godsamme! Oh, fucking musclepick, jongen! Wacht maar, ik pak je zo wel, vriend. Je kan net zo goed schieten als dat je kan rappen. Samen, wat? Ik ben net snel genoeg voor Stefan, hij was net niet snel genoeg voor me. En toen heb ik Stefan nog een beetje lopen pesten en even afgewacht bij het hek. Stefan kan niet schieten, jongens. En niet rappen. En hij heeft onze porto! Joost, die roept, het goud ligt in de rode kluis en wij staan bij de deur van de rode kluis. Dus wat doen Joost en ik? We gaan naar de rode kluis. Terwijl Jack nageniet van zijn kleine overwinning op Stefan, hebben Roxanne en Joost maar één doel voor ogen. Goud. Jongens, UFO is check. We hebben twee wapens, dus ik zet Rox bij de deur. Mocht er iemand naar binnen komen, dan kan ze hem gelijk afschieten. En dan ga ik gewoon mijn tas vullen met goudstaven, man. Blauwe kluis is check. Oké, rode kluis checken. Joost begint als een idioot dat goud uit die kluis in die tas te gooien. En ik kijk even niet op de tablet. Ja, je dopen ze. Hey, move it. Hey, fuck you. Good. Snel rennen. Hier, go, go. Zij je gang, zij je gang. Go. Wat is dat? Pak ze. Rox rent maar achter hem aan en we gaan ervoor. We hebben het goud! We hebben goud! Rex, rennen! Gewoon nog 10, 20 meter en dan hadden we dat goud. Af, allebei af! Maar nee, we zijn geraakt. Dus ik kan wel huilen. Twee vliegen in één klap, Stefan. Roxanne en Joost mogen nu 10 minuten niet deelnemen aan het spel en moeten helaas hun gouden buit inleveren. Ook betekent dit dat de extra levens van de overvallers nu op zijn. Er zit niks in. Kom op dan! Fuck! Ah! Volgens mij zijn ze af, hoor. Klopt, Jack. Het is nu aan jou. Maar goed, als jij besluit een ommetje te maken, pak Team Stuk ook even een moment. Proost, jongens. Genieten. Hoppa! Hoppa! Oh, die hebben we wel verdiend, hè? Maar als wij nu met z'n drieën hier zijn, dan wordt er waarschijnlijk ergens een kluis leeggehaald, toch? Geen zorgen, Thomas. Jack is met alles behalve de kluis bezig. Is er af? Nou, we hebben wel twee wapens. En goud hebben ze afgepakt. Ik had de hele tas vol, man. Nou, we hebben Jack een wapen gegeven. Hij heeft de porto. Hij heeft de tablet. We hebben geen levens meer, hè, Tiger? Ik ben op dit moment als enige nog in het spel. En ik besluit om gewoon mezelf een beetje te verstoppen en te hopen om iemand af te kunnen knallen. Ik heb een porto gelaten. Die porto ligt daar ergens, of niet? Volgens mij weet Jack totaal niet wat hij aan het doen is of wat hij moet doen. Is die porto daar? Dus hij neemt lekker rustig zijn tijd. Oh, hier, ik heb hem. Sorry. Ik heb wel vertrouwen in Jack dat hij het even gaat regelen op dit moment. Want ik denk dat hij zich niet zo snel laat pakken door die jongens. Het komt wel goed, denk ik, met Jack. Of het goed zal komen, moet nog blijken, Joost. Team Stuk laat zich namelijk niet zomaar overvallen. We weten dat het de rode kluis is. En de cryptokamer. Maar waar kunnen ze in de val lokken, toch? Ja. We weten dat ze daarvoor gaan. Dus we kunnen ons verdacht opstellen. Op het moment dat ze voor de kluis zitten, bam. Oké, Jack, wij mogen weer erin. Wij komen nu richting jou. Ik loop nu bij die rode gang. Gelijk als jullie het veld oplopen naar links. Ik ben nog aan het wachten daar. Plan de campagne. Wat doen we? Ik wil zeg maar een andere ingang naar binnen. Ja, er werd heel veel gesproken en wat iedereen wou gaan doen, maar ik dacht ja, ik ga gewoon naar binnen. Ik ga daar, ga jij via die andere kant, ja. Richting het goud, denk ik, man. Even kijken wat daar aan de hand is. Verstop je gewoon, heb gewoon geduld. En Rox, wij praten bijna niet. Je hebt contact met ons, oké? Okay? Ja. Communiceer gewoon overal waar je iemand ziet. Joost gaat voor de kluis, ik ga via de hoofdingang naar binnen. En Roxanne die blijft achter met de tablet en met de porto.
En die doet eigenlijk alle communicatie en die gaat aan ons vertellen waar de jongens zijn om ze af te knallen. Oké, dus we gaan ons stoppen. Let's go. Doe. Ja, hier. Gaan we daar zo tussenin liggen? Of achter het doek. Wij weten dat het de rode kluis is. Nou, wat ga je dan doen? Ga je de rode kluis beschermen? Alleen ja, wij gaan onszelf verstoppen. Dus dan is het ineens een groot surprise momentje. Ik heb altijd al de surprise show willen maken voor boefjes. Terwijl Giel en Thomas zich opmaken voor de grote surprise show bij de Rode Kluis, checkt Stefan of de cryptocoin veilig is. Deze heeft een waarde van 15 goudstaven en kan nog wel eens van pas gaan komen voor de overvallers. Jackie bal, Jackie. Schwankanaka, Jackie. Giel en Thomas hebben zich dus verstopt bij de Rode Kluis. De plek waar het nu allemaal om gaat. Joost weet dat en sluipt die kant op. Jack probeert opnieuw ongezien de bank te betreden en wordt geholpen door Roxanne. Jack, naar links en dan snel naar binnen. Die op afstand meeluistert met de porto van Team Stuk. Beweging lift, jongens. Beweging lift, over. Lift, beweging in lift. Doe jij hier blijven, ja? Ja. Ik ben bij die ingang van bij die tablet. Ik ga via daar naar binnen. Ja, de lift die komt nog wel, Steef, dus er is niks aan de hand. Hou die crypto alsjeblieft in de gaten. We laten die rode kluis even los. Ze zeggen nu dat ze de rode kluis loslaten. Joost, pak goud. Ik krijg nu door mijn porto van ga voor het goud, want ze zijn daar echt niet. Nee, ik ga geen goud pakken. Ik ga ze laten komen en dan schiet ik ze af. Ik ga de alarm af laten gaan en dan schiet ik ze af. Je kan goud pakken. Ik loop er naartoe, maar ik zou nooit in te nemen die kruis daar alleen laten. Pak nou maar goud. Ga voor goud. Eigenlijk wil ik naar dat gordijn lopen. Probeer gewoon in één keer. Probeer of 10 of 25, Joost. Maar ja, groepsdruk overmand me. Zeg toch, jongen! Joost Silvio wordt genadeloos in zijn rug geschoten door Thomas. Geen goud, een einde spel voor hem. Ik ben afgeschoten, jongens. Kutzooi. Ik heb net Joost Silvio afgeschoten voor de rode kluis. Het was even wachten. Maar ik heb hem geraakt. Jack, hij is af. En nu? Hoppa! Pam, 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 pam. Rox en Jack zijn nu de enigste die het nog kunnen gaan regelen voor ons. Ze hebben mijn wapen niet afgepakt. Ik ga je mijn wapen geven, Rox. En dan ligt Joost er definitief uit. Maar jullie zeggen nee, goud, goud, goud. Kutzooi. Kutjongen. En ik denk, ja oké, boeien, dan ga ik ook gewoon maar iets doen. Ik gooi de tablet weg en ik ga maar gewoon naar binnen. Kijken of ik misschien Team Stuk kan afleiden en dat Jack iets kan doen. Steve, you got company. Ja, ik zie het. Jack's werk loopt heel stilletjes. Ik besluit me gewoon een beetje te gaan verstoppen in het gebouw. En eigenlijk probeer ik hun een beetje te besluipen. En ze ja, stuk voor stuk, ironisch genoeg, uit te schakelen. Jongens, cryptokamer is nog steeds Jack over. Jack is boven. Jack is nu daar. Kijk, daar is hij. Nee! Jack is boven. Die is, die is in de ring. Die gaan we even klem zetten. Oké, Jack. Pas op, Jack. Ze hebben je gezien. Jack is richting de crypto. Ga niet naar crypto, want daar zijn ze volgens mij ook aan het verstoppen. En waar is onze grote vriendin Roxy? Die is te bang om naar binnen te lopen. Vanaf nu is het jouw tijd. Let's fucking go. Stefan Giel, ik heb jouw exacte positie nodig. Over. Ik kom nu naar boven, Stefan. Op een gegeven moment vind ik een soort goederenlift en ik kom zo in de controlekamer. Waar is hij? Hij is niet hier. Hij is wel hier. Nee, ik heb niemand gezien. 100% dat hij gewoon naar boven is gelopen. Nee, dat is onmogelijk. Gast! Hij is niet op deze ring. Ik sta hier... Nou, ik heb hier gelopen. Ik ben niet blind. Hij is lager, eentje lager. Weet je dat heel zeker, Stefan? Ik ga jullie gewoon allemaal afschieten, man. Hij is lager, eentje lager.
Maar jij hebt hem toch zien omhoog gezien? Ik kan hier veilig buiten. Hij is 100% niet hier. Over. Hij is niet hier. Luister, ik heb hem daar die ring op zien lopen. Hallo? Hallo, jullie hebben Jack Sherrack daar ergens? Zou ik die prachtige jonge dame gaan zoeken? Ik kom binnen. Kijken of ik misschien team stuk kan afleiden en dat Jack iets kan doen. Hij is niet op deze verdieping, want ik heb hier een heel rondje gelopen. Hallo! Hallo! Hey, daar ben jij! Roxy komt even binnen. Wordt geschoten, ik eruit over. Ah, shit, eraf! Bam! In één keer raak. Stefan eruit. En op dat moment... Oh, kak! Dat voelt echt heel erg lekker. Ik heb niet eens door dat het gelukt is, maar ik zie... Oh, ik heb hem geraakt. Krijg je toch wel zelfvertrouwen van. Schieten kunnen ze wel, die overvallers. Zowel Stefan als Thomas zijn geraakt en mogen nu 10 minuten niet meedoen aan het spel. Ook kost dit team stuk hun 2 extra levens. Dus Giel, in jouw woorden, showtime. Let's fucking go. Toe is af. Ik heb Stefan geschoten. 1 keer raak. Kut. Oké, jij hebt Giel? Heb jij Giel? Ga voor het goud, ga voor het goud. Ik moet naar rood. Waar is Giel? Je zit op de verkeerde verdieping, Flappy. Kom dan. 1-1. Ik hoef niet te komen. Jij moet hier naar mij te komen. Je bent bang, Giel. Ik ben helemaal niet bang. Ik ben slim. Kom dan. Pak die crypto. Waar is Giel? Hij is bij het goud, richting het goud. De communicatie met Jack gaat een beetje lastig, want ik begrijp van Jack dat Giel onderweg is naar het goud. Dus ik kan niet bij het goud blijven. Via welke kant ging hij naar het goud? Hoe lang moet je nog, Steve? Wij zijn af. Oké, waar zit crypto? Welke verdieping? Nee, flikker op. Ja, ik ga niet schieten. Nee. Mag nee. Dat? Nee, dat mag niet. Jawel. Nee, dat mag niet. Mag nee, dat mag niet. Jawel, toch? Nee, mag niet. Ik pak die crypto nu. Ik kom aan bij crypto en ik zie Giel en Jack. Ha, sukkel! En als je daar Jack als een idioot gewoon random dingen ziet doen... Af! Doordat Giel in topvorm is, raakt hij Roxanne met slechts 1 schot. En dus ligt zij definitief uit het spel. Nou oké, Jack is onze laatste kans. Fijn. Sukkel, hij heeft geen wapen meer. Maar wat Giel niet weet, is dat ik er meerdere heb. Sorry. Ja, geef je gewoon over! En ik ga stampen alsof ik wegren. In de hoop dat Giel achter me aankwam, maar helaas gebeurde dat niet. Giel verliest je echt niet uit het oog hoor, Jack. Wees maar niet bang. We gaan naar die rode kluis. Of juist wel, want Stefan mag namelijk weer meespelen. +1. Nu wordt het spannend. Ik ben alleen, ik ben kapot en het wordt een soort kat-en-muisspel. En ook Thomas doet weer mee. +2. Dus Jack, rekenwonder. 1+2 is juist ja. 3 bewakers tegenover 1 overvaller. Giel voor Stefan. Hij komt, gaat rechts omhoog. Ik wacht hem op. Kom maar aan. Uitkijk, hij zit verstopt ergens. Nee, hij loopt in de controlekamer. Hij loopt in de controlekamer. Echt? Ja. Hij zit boven je. Ik heb overzicht. Giel komt naar boven met de lift en ik denk, nu heb ik jou. Hey, rechts in de controlekamer. Oh, hier is hij. Hij gaat nu weer naar links, hij gaat richting de lift. Pak hem in zijn rug. Nee. Ik blokkeer de deur voor Giel, zodat hij niet naar buiten kan. Go. Maar ja, Stefan en Thomas komen van achter. En als ik mijn voet weghaal van die deur, dan heb ik een probleem. Opzouten. Move it, nee. Nu! Ik probeer de deur open te doen. En bam, het is klaar. Afgelopen.
Game over. Ja! Oh, yes! Game, yes! Zijn ze nu allemaal? Ja, man. Top, top, top. Geen goud, geen crypto coin en alle drie af. We hebben gewonnen. Lekker gewerkt. Ja, lekker, joh. op het nippertje, maar we hebben het gedaan, joh. Yes. Ja, jongens. Vriend. Dagens. Oh, lekker. Oh, lekker bezweet. Ja, lekker warm. Oh, oh. Lekker warm. Oh, ik voel het. Jo Silvio, Roxanne en Jack hebben gestreden tot het bittere eind. Maar Team Stuk was hen keer op keer te slim af en heeft ze genadeloos uitgeschakeld. Met als resultaat een gedeelde laatste plek. En dus heeft Team Stuk gewonnen. Wil je nou ook thuis winnen? Ga dan naar stuk.tv/dekluis en kraak de blokskluis. En gebruik de cijfercode van deze aflevering. Ja, en daarmee maak jij dus kans op de hoofdprijs van 25.000 euro aan bitcoin. Lekker. En je maakt elke week ook kans op de weekprijs van 100 euro aan bitcoin waren. Ik kan wel tegen mijn verlies. Jongens van Stuk TV hebben het goed gedaan. We hebben gewoon laten liggen op het goud. Ja, dat is wel jammer. Dus we willen het nu eigenlijk nog een keer doen. De kluis werd mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks.